Hallo, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de Connectie-podcast. Ik ben heel blij dat onze gast vandaag Ilse de Smet, chief van Com ⁇ Co., is. Ik ben heel benieuwd naar haar kantelmomenten en haar ondernemersverhaal. Ik ben Bert, oprichter van Connectie. Onze missie is om ervoor te zorgen dat jij als ondernemer een goede connectie hebt op drie niveaus: met jezelf, buiten jouw bedrijf met collega-ondernemers, en binnen jouw bedrijf met je medewerkers. Het concept van deze podcast is dat we telkens in gesprek gaan met een ondernemer of bedrijfsleider over drie kantelmomenten. Drie uitdagingen in hun leven die ze hebben overwonnen. Waarom? Omdat we vanuit Connectie geloven dat succesvol ondernemen begint bij het benoemen van jouw uitdagingen. Kijk zeker op connectie.eu hoe we dit concreet aanpakken en hoe je lid wordt van onze community. En misschien zien we elkaar binnenkort. Geniet van deze aflevering en welkom bij de Connectie-podcast. Dag Ilse. Dag Bert. Hallo, welkom in onze podcast. Dank u. Hoe gaat het? Goed. Goed. Zonnig. Zonnig, absoluut. Een zonnige zomerdag hier in het connectie -huis. Ilse, voor de mensen die jou niet kennen. Wie is Ilse de Smet? Um, ik ben Chief Comenko. -co. Uh, ik ben er momenteel 53. Ik ben moeder van drie kinderen. Uh, en oprichter van Comenko. -co. Ik heb uh, het bedrijf opgericht toen ik uh, net bevallen was van mijn eerste. En ik had het uh, magistrale plan opgevat om iets heel tof te doen, maar wel op een manier waarmee ik mijn privé en mijn werk perfect kon combineren. Um, dat is matig gelukt, moet ik eerlijk okay. zeggen. kunnen we straks dieper op ingaan. Uh, hoe zou je jezelf omschrijven? Uh, Oeh, hoe zou ik mezelf omschrijven? Enthousiast, uh, leergierig, uh, ondernemend. Uh, misschien, mijn man zou zeker zeggen, dominant. En de, 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 dat klopt of dat klopt niet? <laughs> dat klopt waarschijnlijk wel een beetje. Ja. En, en hoe uit zich dat bijvoorbeeld? Uh, ja, ik denk, zoals de meeste ondernemers, ben ik een beetje een goestingdoener. Uh, ik denk dat dat ook goed is in het ondernemen. Maar dat langs de andere kant, dat je dat ook wel een, moet een beetje kunnen bedwingen. Dus dat is toch een van de trekjes waar dat je moet leren mee omgaan bij jezelf. Hè? Uh -huh. En enthousiast? Altijd gehad, of, uh... altijd gehad? Altijd gehad. Uh, altijd zeer positief denker. Een beetje voluntaristisch. Uh, maar dat is, denk ik, ook een goede eigenschap van een ondernemer. Ik denk dat je zeer positief in het leven moet staan om lang te ondernemen. Mm -hmm. Dat is toch belangrijk, hè? Ja. Toch altijd uh, positief denken of denken dat er een oplossing is denken voor is, En dat morgen ook weer goed gaat gaan en de dag nadien opnieuw. En ja, ik denk dat dat wel iets is dat je moet hebben. Mm -hmm. uh, het geloof dat elke dag goed gaat gaan. Mm -hmm. Dat heeft u al veel geholpen in het ondernemerschap, die mindset? Ja, ik merk dat dat, uh, ja, dat, dat noodzakelijk is om, uh, om daar vol een bak in te staan. En om, om niet te veel te twijfelen en om u uh, niet te veel vragen te stellen van wat als en zo. Ik denk dat dat. Beter is van gewoon vol een bak te gaan altijd. Mm -hmm. En Com Co, uh, wat is en wat doet Com Co? Com Co is het beste B2B-agency van de wereld, zeggen wij, als intern. Alsjeblieft. <laughs> uh, van het land, zal ik maar zeggen, om bescheiden te blijven. Um, wij bestaan uh, 26 jaar. Lange tijd. Um, zijn momenteel met een kleine 40. Zitten in het centrum van Gent. Uh, heel fijne bende. Uh, heel mooie klantenportefeuille. Uh, en alsmaar groeiend. Mm -hmm. En waarom ben je destijds gestart met uh, Com Co? Of met het bedrijf? Ik ben zeer jong gestart. Ik, ben altijd, ik heb altijd heel graag geschreven zelf. Um, en ik ben gestart op het moment dat. Eigenlijk dat ik startte met het kopen van een huis en het aangaan van een lening. Ik kreeg toen van alles in mijn handen van bedrijven, waarvan dat ik dacht, wat is dat? Zij weten niet eens wie hun doelgroep is. Zij schrijven, zij schrijven maar wat over zichzelf. Ze hebben zich niet de vraag gesteld, wat wil ik weten? Dus dat was het plan. Dat was het ganse plan. Ik ga... Ik ga communicatie doen voor B2B-bedrijven. Ik ga hen leren wie hun doelgroep is en hoe ze daarnaar moeten communiceren. Dat was het plan. Uh, dat was eigenlijk content avant la lettre, want content op dat moment ja, bestond, was nee. nog ja. geen woord, of bestond eigenlijk nog niet. Um, bleek ook dat er ontzettend veel nood aan was. Uh, want die beginjaren waren eigenlijk heel makkelijk om het zo te zeggen. Ik, ik, er was niet zoveel volk op de markt. Um, dus ik kon heel makkelijk met een paar referenties andere deuren openen en van het een groot bedrijf naar het andere groot bedrijf gaan. en uh, uh, ja, Zowel in medewerkers als in omzet ging het eigenlijk sneller dan dat ik zelf voorspeld of voorzien had. Mm -hmm. Maar alleen begonnen? Alleen begonnen, helemaal alleen begonnen. Vanuit ja. een pure noodzaak of zin van ouders is hier heel ja. veel... Er is hier een markt, er is hier een markt uh, en ik ga het graag doen. En ik vond het ook superplezant. Ik uh, moet eerlijk zeggen, ook die beginjaren, superwijs. Super want natuurlijk, elke nieuwe klant die je binnenhaalt, is een klein mirakel. Hè. Je, 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 je doet maar wat, eigenlijk. Hè. Je, je, je vertelt maar wat. Uh, dus dat was superplezant. Uh, en dan begin je snel met mensen aan te werven. En voordat je het weet, zeiden eigenlijk echt aan het ondernemen en zeiden van oké, okay, dit is echt iets waarop dat ik kan verder bouwen, waarop dat ik nog meer diensten kan leggen, mm -hmm. waarop dat ik advies kan leggen, waarop dat we kunnen groeien. En, en zo, is het, zo is het ook gebeurd. Mm -hmm. En wat deed je ervoor? Uh... Ik heb voordien gewerkt voor Foster Parents Plan, uh, Plan International. Uh, dus de sociale sector eigenlijk mm -hmm. uh, voor de arme kinderen. Um, een heel mooie organisatie um, qua doel. Maar ik heb daar toch een aantal dingen geleerd die ik nadien heel erg heb meegenomen. Zoals? Zoals... Um, uh, Foster Parents Plan was op dat moment, ik weet dat momenteel uiteraard niet meer, we spreken twintig jaar terug of meer, um, was een zeer hiërarchische organisatie. Um, en een van de dingen die mij opvielen is zo'n hiërarchie. Dat is echt gevaarlijk in een bedrijf. Dat is echt moordend voor jonge mensen. Als je onder iemand ge gezet wordt die uh, niet per se capabeler is, uh, niet per se enthousiaster is, uh, maar veel meer remt en, en uh, iets heeft van. Oh, al die nieuwe ideeën die zij nu op tafel legt, die gaan wij moeten uitvoeren. Ja, dat is echt... Eigenlijk is dat een drama voor je bedrijf. Als je als een te felle hiërarchie installeert, dan duwt heel veel dood. Dus dat is echt zoiets dat ik heb meegenomen, dat mij, uh, ja, dat mij tot vandaag bezighoudt. Van hoe kun je uh, teams installeren die niet hiërarchisch zijn? Ik vind dat superbelangrijk dat iedereen... Volop zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen job. En die volop zelf kan vormgeven. Dat is natuurlijk extreem moeilijk. Maar dat is wel heel belangrijk als je wilt dat mensen zich smijten in hun job. Mm -hmm. En ook het gevoel hebben dat ze niet klein gehouden worden, ja. was, is wat ik hoor, dat ja. je wel ge het gevoel dat je had toen, ja. eh, toen je daar werkte. En hoe probeer je dat te doen op vandaag, binnen, binnen Com Co? Dan? Uh, dat is eigenlijk een van mijn laatste kantelmomenten, waar okay. ik straks nog wel wil ja. op wil terugkeren. Maar uh, vandaag wat ik probeer te doen is echt voor elke klant een vast team samen te stellen. Mm -hmm. Die teams zijn altijd anders, dus iedereen werkt samen met iedereen. Uiteraard heeft iedereen een vaste rol in die teams, maar ik probeer ervoor te zorgen dat zij samen elk voor een stuk van, van het gebeuren verantwoordelijk zijn. De ene is verantwoordelijk voor de tevredenheid van de klant. De andere is verantwoordelijk voor het gehele werk dat we aan het doen zijn voor die klant. De derde is verantwoordelijk voor alleen de video. De vierde is verantwoordelijk voor het contentverhaal of dat we dat in alles aan het meepakken zijn. Dus ik probeer echt ervoor te zorgen dat iedereen vanuit een andere hoek naar het werk kijkt dat we aan het doen zijn. Mm -hmm. En zo echt hoog kwalitatief werk Neerlegt. Dat, dat is eigenlijk de, de ultieme doelstelling. Maar als gevolg dat je natuurlijk een grote uitdaging erbij neemt rond, rond het werk. Mm -hmm. um, maar het resultaat is wel volgens mij dat je beter werk levert. Mm -hmm. Maar je bent wel heel bewust bezig met hoe kan ik zo weinig mogelijk hiërarchie ja. in het bedrijf hebben. Heel zodanig dat iedereen zich kan ten volle ontplooien. Ja, ja. ja dat is voor mij echt. Ik zeg het, dat, dat, dat heb ik zo opgeslokt in die vier, vijf jaar dat ik als bediende heb gewerkt. Van, oei, dat is echt zo erg wat hier gebeurt. En natuurlijk, als je dat zelf voelt, van ik word hier geremd en een beetje doodgedrukt. Je kunt niet. Je kunt niet over je baas stappen en dat gaan zeggen. Want dan dat is ja dat is iets dat je niet, niet gaat doen ten eerste niet uit respect voor je baas ten tweede niet uit collegialiteit dus je werkt daar gewoon aan mee je werkt er gewoon aan mee dat is echt iets je houdt het in stand je houdt het in stand ah, ja. wat, wat heb je toen gedaan om daaruit te ontsnappen om het zo te zeggen uh, ik ben daar natuurlijk weggegaan hè okay. Ja, dat is wat er dan gebeurt. Hè. Je, je zegt, ja, oké, okay, hier heb ik het nu wel een beetje gezien. Ik kan hier niet voort. Ik kan niet voort. Mm -hmm. um, pas op, nog op andere vlakken ook. Een ander, een ander ding wat aan mij opviel, was dat er totaal, totaal geen rechte lijn was in de verloning. Mm -hmm. En ook dat is natuurlijk iets dat, dat, je, dat je meeneemt. Hè. Uh, ik werkte zot hard. Ik heb dat altijd, dat altijd gedaan, dus ik deed dat toen ook. Uh, andere mensen werkten op hun gemak. En toch kwam er dan aan de keukentafel tot de constatatie van: Oei, die verdienen wel meer als ik. Mm. Dat, zijn, dat zijn frustraties die je samenlegt. Hè? Mm -hmm. En waar dat je op een duur van zegt: Ja, oké. Okay. Hoe schoon dat dat toe is. En eigenlijk hoe hard dat ik daar ook wil voor gaan, toch niet. Mm -hmm. Dank u wel. En um, hoe, hoe moeilijk was het dan om, om zelf je eigen. Ja, bedrijf te starten of zelfstandig te worden op dat moment? Eigenlijk, op dat moment, ik was nog zeer jong, hè. En uh, zeer naïef ook, hè. En ja, ik, ik, ging, ik ging er gewoon van uit dat dat, dat, dat niet moeilijk ging zijn. Uh, dus ik heb dat echt op een blauwe maandag beslist, hè. Uh -huh. En s'avonds kwam ik thuis en zei ik tegen mijn man, ja... Ik heb een ontslag gegeven, ik ga zelfstandig worden, zo. En hij zei, ja... <laughs> <laughs> dat, is, dat is goed, dat is goed, dat. Uh, en denk jij dat jij iets gaat verdienen? Ik zeg, ja ik, ja, ik kan zeker evenveel verdienen als dat ik nu bij plan... Ja, dat was natuurlijk ook een, uh, een zeer laag loon dat ik daar mm -hmm. verdiende. Dus dat, dat, dat moest ook wel haalbaar zijn. En effectief, binnen drie maanden was dat oké. Okay, ja. We gaan het straks uiteraard hebben over de evolutie. Uh, dat je zegt van we van, van zelfstandig naar ondernemer gaan. Maar als je terugkijkt op die wat is het, 26 jaar dat mm -hmm. je mee bezig bent. Hoe is Ilse geëvolueerd als, uh, als persoon? Maar, je verandert in essentie niet zo heel veel. Je wordt gelukkig wel een beetje ervarener. En daardoor ook wel wat wijzer. Um, ik heb geleerd om meer mijn tong om te draaien voordat ik dingen zeg. Want ik ben een flapuit en in mijn rol is dat niet altijd wat dan mensen willen. Dat je zomaar je gedachten zegt. Dat je zomaar zegt, oei, dat vind ik echt niet goed gedaan. Dat, 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 dat mag ik niet doen. Hè. Ik moet dat een beetje voorzichtig doen, zo'n dingen. Dus daar heb ik wel geleerd. Ge, ge, als je onderneemt, kom je zelf heel vaak tegen. Hè. Dus ik denk uh, dat ik veel geleerd heb op het vlak van business doen en op het vlak van... Uh, Um, een team leiden, maar dat ik ook veel geleerd heb over mezelf. Mm -hmm. De beste leerschool om jezelf te leren kennen, is ondernemen. Is ondernemen voilà. <laughs> ja, super, um, je kent het concept van de podcast, mm -hmm. dus uh, je mocht op voorhand een drietal kanten momenten selecteren. Hoe was dat om dat te doen? Uh... Ik vond dat eigenlijk niet zo gemakkelijk. Want kantelmomenten, wat zijn precies kantelmomenten? Uh, ik, ik, ik heb één richting gekozen en dat is eigenlijk de chronologie van het bedrijf. Mm -hmm. Maar ik kon gerust tien andere kantelmomenten gevonden hebben. Want bijvoorbeeld een groot kantelmoment is uw eerste grote klant. Hè? Uiteraard. Dat, de, de eerste klant die echt in u gelooft en die u duwt en die u omhoog trekt, ja, dat is, dat is een enorm kantelmoment voor een, voor een ondernemer. Mm -hmm. En dat zit er nu niet bij. Ja, oké, okay, maar bij deze nog bij dit, een keer ode ja. voor je <laughs> eerste klad. All right. Uh, het eerste moment is uh, ongeveer de, de periode 2001, waarbij dat je het zelf hebt genoemd de stap van zelfstandige naar ondernemer. Ja. Wat uh, gebeurde er toen in die periode? Uh, ik was dan een jaar of vijf bezig, uh, uiteraard al een aantal mensen uh, op de perol tegen dan. Niet veel, twee, drie, hè, zoiets. Um, alles draaide goed, uh, maar dat was toch wel het moment waarop dat ik uh, besefte: van oké, okay, niet iedereen doet alles zoals ik het zou willen. Sommige mensen doen de dingen totaal anders en de klant vindt dat ook goed. En misschien. Doen ze dat wel veel beter. <laughs> Oei. <laughs> nee, nee, ja. dat is zo'n moment waarop je uh, het idee van wat ik zelf doe, doe ik beter. Het moment dat je dat kunt lossen, dat is het moment waarop dat je eigenlijk kunt ondernemen. Kunt groeien ook. Kunt groeien, want tot zolang zijde echt uw, uw, uw eigen grootste vijand eigenlijk. Hè? Je, kunt, je kunt niet groeien als je in die mindset. Vastzit. Dus de, de dag dat je dat beseft: van oké, okay, andere mensen doen het beter, doen bepaalde dingen beter dan ik zelf, dan gaat er eigenlijk een wereld open voor je zaak ook. Mm -hmm. hè. Dan, dan, dan wordt er veel meer mogelijk, kun je veel mooiere projecten vastpakken, kun je veel grotere klanten bedienen. Dus dan, dat is eigenlijk het moment waarop dat je beseft: ik kan hierop gaan ondernemen. Mm -hmm. Ik kan hier eigenlijk ve iets veel groter maken dan mezelf. Uh, en dat is toch iets dat. Dat wel wat inspanning vergt. Op welk vlak dan? Je ziet toch veel uh, ondernemers die daar wel blijven in plakken. Uh, dus dat, dat lossen, uh, dat stoppen met micromanagen, dat erin geloven dat anderen het goed gaan doen, beter gaan doen, zonder dat je het controleert. Dat, 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 dat is toch wel een enorme stap die je kunt komt zetten. Hoe komt dat dat mensen daar soms in blijven vasthangen, denk je? Ik denk dat dat uh, een, een mindset is waar dat je moet willen uitkomen. Uh, en zolang, ja, ik zeg het, zolang dat je blijft geloven van wat ik zelf doe, doe ik beter... Ja, heb je hebt natuurlijk de volledige controle. Gehoud uh -huh. de volledige controle. Het is veel veiliger om zo te denken. Hè. Uh -huh. het, het denken van: ik, ik ga het lossen en ik ga ervan uit dat ze het heel goed gaan doen, evengoed als dat ik het zelf zou doen, of nog veel beter. Ja, dat, dat, dat vraagt toch echt wel veel vertrouwen. Uh -huh. uh, en dat, ik zeg het, dat maakt u veel rijker, maar dat maakt u tegelijk veel kwetsbaarder. Hè. Uh -huh. Want het feit is natuurlijk dat er dan inderdaad ook mensen op staan die. Dingen doen die je zelf niet kunt, mm -hmm. die dat heel goed doen, maar die ook met kennis zitten die je zelf niet hebt. Mm -hmm. Dus op het moment dat die zouden weggaan, zijn er ook weer zoveel armer. Dus dat is toch wel echt een mega, een mega sprong, vind ik. Ja, maar ook een stukje bevrijdend. Pers maar, oh, absoluut, persoonlijk, absoluut. Want anders ja. ben je toch een beetje de slaaf van jezelf op een bepaald Absoluut, moment. ja. Ja, je, je ziet echt veel mensen die... Die slaaf blijven van, en ook slaaf blijven van hun zaak op die manier. Mm -hmm. Want je kunt geen verlof pakken, je kunt, mm -hmm. je kunt er niet, niet zijn, je moet elke mm -hmm. beslissing nemen. Dat, dat is nefast. Hè? Mm -hmm. Nefast. En dan even terug naar uw verhaal van daarnet, van de hiërarchie. Het heeft ook te maken met uiteindelijk een stukje ego. Als je de mensen geen vertrouwen geeft, zeg je eigenlijk ook van: uh, Ja, ik, 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 ik kan het beter. Ja, hè? ik kan het beter. Uh, ik, ik, ik weet zo nog niet of dat, dat uit ego is. Ik denk dat dat dikwijls ook wel echt is uit schrik. Voor? Schrik dat er iets mis gaat gaan. Ja. Hè? Schrik dat er een fout gaat gemaakt worden. En dat die uiteindelijk ja, sowieso naar u terugkomt. Hè? Uh -huh. Ik denk dat vaak ook echt schrik is dat, dat mensen tegenuit. Maar ik vond dat een enorm bevrijdend idee. Uh -huh. Van, ha... Oh, ik laat het bij andere mensen en ik ga ervan uit dat ze het goed gaan doen. Mm -hmm. En dat ze samen ook een controlemechanisme gaan ontwikkelen om de kwaliteit te checken. Ik, ik hoef daar nergens tussen te zitten. Mm -hmm. Je hebt het ook genoemd een les in bescheidenheid. Ja, maar dat is ook hè. Je mm -hmm. ontdekt ook van oké, okay, sommige aspecten van mijn zaak moe ik mij gewoon beter niet in. Mm het -hmm. is veel beter zonder mij. Mm -hmm. Dat is. Dat is stukje les in bescheidenheid dat je krijgt. Hè? Want in het begin, als jij start met een zaak, dan doe je alles. Hè? En denkt ook dat je alles kunt en zo. Mm -hmm. Wat heb je nog geleerd in die, ja, ik had die eerste jaren, noemen eigenlijk? Want ik veronderstel dat je geen business achtergrond had of nee. niet echt wist: oké, okay, hoe laat ik hier een bedrijf groeien? Nee. Well. Ik kom wel uit een familie met veel ondernemers. Okay. En uit een, um, vooral de, de vrouwen in de familie altijd, uh, mm -hmm. zijn altijd zeer ondernemend geweest. Maar ik heb geen, geen businessachtergrond. Het is ook niet zo dat de familie kwam mee, advies mm -hmm. geven en zo. Helemaal niet. Dus inderdaad, het was een beetje op, op, op ja, springen en we zien het wel. Uh, wat heb ik nog geleerd? Ja, die beginjaren zijn eigenlijk superjaren, hè. Dat, ik, ik vond dat superjarig. Ze zijn mijn zijn met klein team die plakken aan elkaar, die eten pizza's tot s'avonds laat om de boel rond te krijgen. Uh, elke klant is mega belangrijk. Uh, Je ja, ge, geloopt ge u de benen van onder uw lijf voor elke opdracht. Ja, dus in feite is dat de max om, om, om zo'n bedrijf op te starten en dan, uh, uh, dat uit te bouwen, wat heb ik daar wel geleerd? Dat dat niet duurzaam is dus ik heb na een aantal jaar toch wel gezegd van oké, okay, deze houden we niet vol niet ik, maar ook niet de medewerkers die daarin zitten, mm -hmm. in dat start in dat startgewoel zo mm -hmm. hè. Um, ik, ik vond zo als ik het zo na vijf jaar bekeek van wij hebben een topjob, dat is superplezant wat dat we doen we komen telkens op nieuwe plaatsen we zien telkens nieuwe bedrijven het is superwijs maar we moeten het duurzaam krijgen. Mm -hmm. En duurzaam wil zeggen binnen uren die normaal zijn. Oké, okay. dat dus, was niet duurzaam, bedoel je? Het aantal dat was niet duurzaam. uren. Ja, ja, dat okay, het aantal uren en ook de, de, ja, de algemene uh, ja, we gaan ervoor, spirit. Dat, dat, dat kun je niet volhouden. Mm -hmm. Als je twintig als je jaar wil meegaan, moet je ergens containen wat je aan doen bent. Je moet dat. Je moet dat binnen normale banen krijgen. Je moet ook zorgen dat iedereen een normaal leven kan leiden. Uh, en in het weekend met andere dingen kan bezig zijn. Dus dat is toch ook wel een les van die eerste jaren. Van dat, is, dat kunnen we niet volhouden. Ik mm -hmm. had ondertussen ook jonge kindjes en zo. Wat een gedoe, allemaal zeg. Mm -hmm. Als ik er nu aan denk, oh my. Ja, lekker en, druk toch? Lekker druk. En je zegt, ik ben uit een ondernemersnest uh, opgegroeid. Wat is het nog. Uh, welk nest ben je nog opgegroeid? Of uh, wat heb je nog meegekregen van... Uh... Van thuisuit? Van thuisuit, bedoel ik, ja. Uh, dat ik mijn, ja. Mijn moeder is echt wel een, uh, een ferme feministe, dus uh, dat ik zeker onafhankelijk moest zijn, dat heb ik heel hard meegekregen. Uh, langs de andere kant, mijn man komt uit een bakkersfamilie. Uh, en daar hadden ze wel zoiets van, ondernemen is evident. Als je daar goesting in hebt, moet je dat doen. Hm. Waar, waar zou je op wachten? Dus ja, je krijgt zo van overal wat impulsen die, die maken dat je een gemakkelijke start daarmee maakt. En het, het, uh, het voordeel van zo jong zijn is dat je daar zonder, zonder nadenken instapt: dat je niks te verliezen hebt. Het nadeel van zo jong zijn is dat je natuurlijk nog heel veel moet leren. Dat je niet nadenkt over modellen, over structuren, over, over je profilering, daar zitten allemaal niet mee bezig. Was ook een andere tijd, waarin dat iedereen eigenlijk zei zelf beginnen, mag jij bent zot, dat is nu wel helemaal anders. Mm -hmm. hè? Ondernemen is hip en, en, en als je, ja, iedereen wilde eigenlijk ondernemer zijn, mm -hmm. wat, dat, wat dat de max is. Maar uh, ja, toen, toen was dat echt wel zoiets van: waarom, waarom zou je daaraan beginnen? Hè? Mm -hmm. Wat een, wat een zotte keuze. Ja. En al, alleen op, uh, thuis? Of broers of zussen? Of, uh... Ik heb een zus en die heeft een dienstenscheckbedrijf. Uh, en mijn moeder heeft ook verschillende bedrijven gehad in de loop van. Mm -hmm. Dat is dus toch, dus, ja. toch wel omringd, zoals jij daarnet net zei, door ja. een aantal uh, ondernemers en schoonfamilie. Niet te onderschatten, toch denk ik, voor ja. bij wijze van mentale duwtjes en ja, de rug. Ja, ja, waardoor dat je inderdaad telkens dezelfde impulsen krijgt mm -hmm. hè, van... Waarom niet, hè? Waarom niet? In plaats ja. van in sommige omgevingen, oei, ja. uh, toch dat risico. En, uh, ja. Uh. Alright, mooi. Dan is het tijd voor het, uh, het tweede uh, kantomoment. Dan maken we een sprong in de tijd richting uh, 2012-2013. Je hebt dat genoemd: uh, de medewerkers maken het bedrijf. Ja. Dus tot 2013, 2014 misschien zelfs, heb ik echt een heel platte organisatie gehad waarin iedereen hetzelfde deed. Namelijk, je beheerde je eigen klantenportefeuille, je daar het commerciële aanspreekpunt, administratief aanspreekpunt, je het creatief aanspreekpunt en je deed de uitvoering van alles dat je vroeg. Dus ik zocht voortdurend witte raven die dat allemaal konden. ook, Ik vond er ook, hè? Ik, vond er ja. ook. Er waren, ik vond ook wel echt mensen die dat tof vonden, zo. die een panoplie... Van, van taken en uitdagingen. Um, dus dat was eigenlijk. Dat heeft eigenlijk heel lang goed gedraaid. Ik denk dat we toch met een kleine twintig waren tegen dan. Mm -hmm. um, maar dan werd de markt waarop dat wij zaten, hé, content, dat werd toen wel een stukje competitiever. Mm -hmm. um, want ja, uh, content marketing maakte opgang. En wat je zag was, uh, de oude reclamebureaus begonnen ook met content. De oude PR-bureaus begonnen ook met content. De oude boekjesmakers begonnen ook met content. Dus plots waren wij niet meer alleen op de markt. Tot dan hadden wij echt wel een heel luxueuze positie gehad. Maar dan waren wij toch niet meer alleen op de markt. En dan zag ik echt, in deze structuur laten wij gewoon mega veel kansen liggen. Mm -hmm. En dat is ook logisch. Als jij je eigen portefeuille hebt en je weet hoeveel werk dat er zit aan, ik zeg maar iets, wij willen een nieuwe website en je weet dat je zelf de komende vier maanden al niet kunt ademen, dan ga je niet zeggen, oh die nieuwe website wil ik dan in de vijfde maand nog wel, dat gaat niet gebeuren. Mm -hmm. dus, dat was echt zo'n een, uh, een moment waarop ik uh, voor het eerst heb gezegd, oké, okay, we moeten echt overstappen naar een andere structuur waarin dan mensen op hun sterktes kunnen spelen um, en waarin ze bepaalde dingen ook niet meer hoeven te doen. Mm -hmm. Want het probleem met het iedereen doet alles, dat is dat je constant aan het werken bent op de zwaktes van iedereen. Mm -hmm. Als je mensen hebt die heel creatief zijn, maar administratief echt chaos... Uh, dan zit de voortdurend te werken op dat administratieve luik van ja, je moet dat wel registreren, we moeten zorgen dat dat gefactureerd geraakt, patati, Dan, Je zit voortdurend te focussen op wat dat iemand niet goed kan. Mm -hmm. En daar was echt zo het, de aha-erlevenis van oké, okay, hier moeten we mee stoppen, we moeten mensen krijgen op de plaats waar ze echt op hun sterkte zitten. Waar ze in de rol zitten die ze het liefst doen. Mm -hmm. Dus dat is uh, daar gestart... We hebben dan drie, vier verschillende rollen gedefinieerd. Iedereen heeft eigenlijk voor een stuk zelf gekozen. Dat wees ook zichzelf uit, want ik wist welke rol dat iedereen mm -hmm. ging nemen. En uiteraard je kent uw, uw, uw pappenheimers natuurlijk wel. Dus dat, dat, dat liep eigenlijk vrij makkelijk. Uh, maar uh, dat was natuurlijk voor Comenco, wel een enorme verandering van, van structuur en van, ja, toch ook een beetje een verandering in de cultuur, hè, dat mm -hmm. je niet meer klets allemaal hetzelfde doet, maar mensen doen andere dingen uh, zonder dat er hiërarchie in kwam. Mm -hmm. Dus vanaf dan zijn we echt ook beginnen werken met, met klantenteams, rond, elk, rond elke klant een vast team uh, van een account en een content manager en dan een aantal creatoren, uh, eventueel uh, creatief volk, videovolk. Mm -hmm. Dus dan werd dat rond elke klant een klein team uh, en dat team uh, zorg, zorgde dan eigenlijk als geheel voor een tevreden klant en zorgde samen ook voor hoogkwalitatief werk. Dat, dat, dat was dan vanaf dan zo'n beetje het concept waarin dat we zijn beginnen werken. Hm. En dat heeft ons gigantisch veel groei opgeleverd, natuurlijk. Okay. Omdat ja, het, het, uh, het aanduiden van rollen die commercieel denken samen met de klant... Wij zijn nooit een, een pusherig bureau geweest. We, we zitten natuurlijk ook in een markt... B2B-klanten, denk ik, zouden dat ook niet wensen, denk ik. Um, dus wij zijn altijd een, klant, een bureau geweest dat echt meedacht met de klant en ideeën uh, voorstelde of uh, uh, inspiratie ging brengen van... Kijk, deze klant is dat aan het doen, dat werkt daar goed. Misschien kunnen we voor jullie ook zoiets opzetten. Dus... Zacht commercieel, maar toch commercieel. Mm -hmm. Dat heeft een enorm vliegwiel teweeggebracht voor, de, voor, de voor het ganse bedrijf eigenlijk. Mm -hmm. Dus eigenlijk door te werken aan uw structuur en ja. uw duidelijke rolomschrijvingen, ja. heeft dat een boost gegeven aan de, aan de groei van het bedrijf? Ja, enorm. Ja. enorm. Ja. Dat is ook zo het moment waarop dat we eigenlijk op de markt kwamen van de grotere spelers. Uh, dat we ons voor het eerst konden beginnen meten met de grote bureaus en, en dat we dan zagen: oké, okay, wij kunnen dan. Want ja, we wij, wij, wij zijn, wij zijn gestart uit een zeer uitvoerende hoek. Uh, in de loop der jaren daar strategie op gelegd, mm -hmm. uh, eerst gratis en dan met de tijd betalend. Um, vandaag zijn we zeer sterk strategisch. We steken altijd strategisch in en dan gaan we van daaruit mm -hmm. naar uitvoering. Dus die, die een draai hebben we gepakt in de loop der jaren. Um, maar op dat moment uh, was dat echt ja, de eerste keer dat de deuren open gingen, dat we samen werden binnengehaald met echt grote bureaus om, om, t, om samen te pitchen en dat we, dat we dat soms ook haalden. Dat was echt zo van wauw, wauw. Ja. Goed want, bezig. Want het is wel een wereld waarin dat je pitcht om bepaalde uh, opdrachten binnen te halen. Ja. Ja. Sommige uh, agencies zijn daar niet zo grote fans van, maar uiteindelijk hoort het wel bij, bij de sector, denk ik. Het ook. hoort er een beetje bij. Je kunt mm -hmm. er niet rond. Uh, wij zijn ook geen grote fan, moet ik eerlijk zeggen. Ik, ik vind het uh, problematisch dat er vaak zoveel gratis werk wordt gevraagd. Mm -hmm. Want ja, dat gratis werk, dat betalen nu klanten eigenlijk. Absoluut, hè? Zo ja. simpel is het. Ja. Dus op het moment dat bedrijven uh, te grote pitchen uitschrijven, gaan we niet meedoen. Op het moment dat we denken, um, misschien, misschien, gaan we niet meedoen. We gaan echt alleen meedoen als we denken, wij zijn voor deze pitch het beste bedrijf. Mm -hmm. dan, dan doen we mee. Maar anders ja, zie, vind ik het ook te veel verlies van tijd en energie. En, mm -hmm. uh, het is natuurlijk wel tof om het af en toe eens te doen om u eens te meten. Ja. Om eens te zien hoe, hoe zijn we nu tegenover een, een andere speler. Of een, dat, dat, is, dat kan wel plezant zijn. Ik heb ook gelezen dat je door in de jaren nog meer en meer bezig was met: oké, okay, welk type klanten willen we? Waar dat, ja. dat in het begin wat, wat minder was. Hoe ben je daarmee omgegaan? Met eigenlijk meer en meer af te lijnen wie is onze ideale klant. Je doet dat voor andere klanten, dus veronderstel dat je dat dan? Ja, uiteraard doen we dat ook voor ons. We hebben op een bepaald moment toch wel resoluut gekozen voor de niche B2B. Mm -hmm. Maar uiteraard, soms valt er een keer iets binnen waarvan je denkt, oh, wat een toffe, toffe opdracht. Dus dan, soms ga je daar dan ook wel een keer buiten. Toch is het zo, wij op den duur weten waar dat uw sterktes zitten. Wij zijn heel goed in, in moeilijke stof, waar we diep mogen ingaan. Ja. Mm. Um, ik heb echt een ploeg waar er heel veel mensen zijn die graag in technologie gaan, in artificiële intelligentie, daar alles willen van weten. Uh, nieuwe, nieuwe dingen die op de markt komen, innovaties, wetenschap. Daar heb ik echt een ploeg voor die zegt, ja ja, ik wil daar graag over schrijven, want mm -hmm. ik wil daar zelf veel over weten. Mm -hmm. Dus dat, dat is echt een, uh, een domein waarin dat wij sterk staan en waar, waarvan dat ik ook weet, veel andere bureaus. ...zitten daar niet op hun best. Mm -hmm. um, dus we bakenen dat wel steeds verder af. Langs de andere kant, doordat we juist op die markt zitten... ...willen we ook wel klanten die zich een beetje committen tegenover ons. Mm -hmm. Wij gaan diep gaan en wij gaan veel onderzoek doen... ...en goede experts zoeken en toffe dingen voor hen maken. We willen van hen, langs de andere kant ook wel dat ze niet met ons in zee gaan voor twee maanden, want dat is de moeite niet. We, ga, we gaan ook een team samenstellen dat allemaal gebeten is door die materie. Dat gaat onderzoeken wat doet de concurrentie op dat veld. Wat, hoe kunnen wij zorgen dat deze klant echt helemaal anders voor de dag komt. Dus uh, we vragen van onze klanten ook wel dat ze met ons lange termijn willen gaan, zoals dat wij met hen lange termijn willen gaan. Mm -hmm. Je hebt al een paar keer gesproken over jouw ploeg en jouw ja. team. Hoe zou je de, de cultuur omschrijven binnen Com&Co uh, ja, ik vind het een, een, een topploeg. Uh, ja, de, de, de cultuur is... Ik denk dat iedereen bij ons echt wel ambitieus is op het vlak van we willen goed werk leveren. Hm. Ik denk dat dat eigenlijk wel de rode draad is door, door de ganse ploeg. Voor de rest heel veel verschillen natuurlijk. Hè. Uh, relatief jonge ploeg, maar toch ook ja, een aantal mensen die er al heel lang zitten. Uh, heel veel slimme mensen. Daar heb ik eigenlijk echt wel geluk, vind ik. Uh -huh. uh, echt een ploeg die vol zit met heel veel verstand, heel veel drive ook. Dus ja, top, top om mee samen te werken. Hè. Dat uh -huh. is echt uh, ge, ge, gemerkt. De, de sfeer is mega collegiaal. Iedereen komt graag. Uh -huh. uh, ja, top ploeg, hè? Uh -huh. Ik zie het. Ja. Wat is de grootste challenge op dat vlak? Waar zij alleen begonnen, je hebt de sprong gemaakt naar 20 medewerkers, zit op de veertig. Wat is voor jou dan als zaakvoerster daar de grootste challenge? Uh, structuur blijft moeilijk, hè. Structuur blijft altijd uh, moeilijk. Hoe groter dat je wordt, hoe meer structuur eigenlijk noodzakelijk is. Uh, er zijn ook sowieso mensen die die graag een vaste structuur hebben. Uh, uh, en ik blijf daar altijd een beetje voorzichtig mee, met de vaste structuren. Um, wat dat daarmee samenhangt, is planning. Hè? Doordat de structuur telkens wijzigt, naargelang welke klant uh, het meest bezig is en drukst en, en is, verandert eigenlijk altijd de structuur een beetje binnen huis, want dan krijg je altijd andere teams die heel hard aan het werken zijn. Um, dus is uh, planning altijd een beetje chaos bij ons. Ik denk dat dat niet vreemd is in een agency, want je krijgt natuurlijk voortdurend nieuwe opdrachten van altijd andere klanten. Um, maar dat is toch wel een moeilijke. Mm -hmm. Ook capaciteitsplanning, heel moeilijk. Um, wie zit wanneer te druk en wie heeft wanneer te weinig? En wanneer zijn we te veel aan het verkopen? Dan blijft. Uh, ...extreem moeilijk. Mm -hmm. Dat is iets waar we de voorbije coronaperiode... ...we hebben het heel erg druk gehad. En eigenlijk ging... ...we hebben één wekelijkse accountmeeting... ...en eigenlijk ging enkel, elke wekelijkse accountmeeting daarover. Over de planning en over de capaciteitsplanning... ...en over... ...hoe, hoe krijgen we dit rond? Mm -hmm. Hoe krijgen we dit rondgedraaid? Mm -hmm. en wat is jouw belangrijkste rol vandaag? Waar ben jij vooral mee bezig? Uh, vandaag is mijn belangrijkste rol echt wel het team. Zorgen dat iedereen tevreden is, dat iedereen goed zit, um, dat iedereen op zijn sterkst zit, um, dat iedereen um, het gevoel heeft dat hij vooruit gaat. Mm -hmm. um, daar gaat voor mij veel tijd in en veel, veel energie in. En hoe doe je dat dan? Gesprekken. gesprekken. Ja. Heel veel gesprekken. Uh, maar ook. Constant aandachtig zijn eigenlijk. Van zit iedereen goed? Loopt alles goed? Um, en dat is ook noodzakelijk, want natuurlijk als er iets gebeurt, thuis of in het privéleven van mensen, kan het zijn dat dat zeer snel een weerslag heeft op wat ze op hun werk aan het doen zijn. Dat ze wat minder hard willen werken of dat ze wat minder uh, client-facing willen zijn of dat ze uh, wat minder verantwoordelijkheid willen. En dan moet je daar als. Bureau kunnen op inspelen, vind ik. Mm -hmm. Dus dat is iets waar ik eigenlijk veel tijd in steek. Uh, tegelijk zit ik natuurlijk ook nog altijd uh, langs de klantenkant. Uh, ik, ga, uh, ik doe heel graag prospectie en, en, en gesprekken met potentiële klanten. Uh, en dan is het ook zaak om daar de juiste, het juiste team voor samen te stellen. Dus dat is een beetje hetzelfde, maar dan van een andere kant. Dan een keer kijken van oké, okay, moest ik deze klant zijn? Wie zou ik er dan idealiter op willen? En wie heeft er daarvan tijd? Wie heeft er geen tijd? Diegenen die geen tijd hebben, kan ik die vrijmaken bij andere klanten. Dus ook dat is eigenlijk een voortdurend gepuzzel. Dat is denk mm -hmm. ik eigenlijk wel. Die twee invalshoeken, dat is denk ik mijn, mijn grootste. Mm -hmm. Daar gaat de bulk van mijn tijd naartoe. Mm -hmm. Naast het financiële en, 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 en andere mm -hmm. shizzle natuurlijk. Nou, wat doe je het liefst? Waar je het meeste energie uit op het einde van de dag zo? Ik vind dat werken met mensen eigenlijk heel tof. Okay. Ik vind dat super. Uh, Super moeilijk, super moeilijk. Uh, maar ook uh, het meest voldoeninggevende. Het, het feit dat iedereen daar graag werkt, uh, dat mensen lang blijven, uh, dat mensen ook uh, naduren samen dingen doen, vind ik eigenlijk, ja, ik vind dat echt wel super, super tof om te zien. Mm -hmm. dat, dat er daar iets ligt, dat leeft en dat beweegt. Ze zo'n totaal buiten, buiten de uren vind ik, vind ik ook. Heel ja, tof, verder ja. gaat dan de kantoormuren, ja. zo gezegd. Ja. En mocht ik vijf collega's bellen en vragen wat is de uh, leiderschapsstijl van Ilse, wat zouden zij antwoorden? Ja, ik zou u aanraden om ze te bellen. Ik weet het eigenlijk <laughs> niet, wat hun antwoord zou zijn. Ik denk wel. <laughs> ik ga dat doen. <laughs> um, ik denk wel ver. Ik probeer wel fair te zijn en open, maar altijd met veel respect. Uh, ja, Ik denk dat dat wel zou meevallen toch? Ik ga toe. Ik zal u laten weten. Het is goed. Allright, tijd voor het uh, derde kant moment En dan springen we naar het jaar 2018. Mm -hmm. Oeh, en je hebt het omschreven: als een bedrijf is er voor de medewerkers. Ja. We, we springen nu naar de periode waarin dat ik zo ongeveer twintig jaar bezig was. Uh, en dat is toch wel een moment waarop dat je zoiets denkt: van Ho, oh, twintig jaar ben ik dit al aan het doen, hè? hard aan het werken. Het ziet er ook naar uit dat dit mijn levenswerk gaat worden. Hè? Dat je, je, je hebt tegen dan ook zoveel verantwoordelijkheid opgebouwd dat je er ook niet meer zomaar van kunt weglopen. Zelfs al zou je soms een keer denken: oh, uh, je gaat het niet doen. Um, dus dat, dan komt het toch wel op een punt waarop dat je ziet van oké, okay, het draait goed, het loopt goed, het is tof, het, is, het blijft uitdagend. Maar waarom ga ik verder? Dat is toch wel zo'n vraag die oppopt, want ja, je werkt nog altijd heel hard. Uh, en niet alleen veel uren, maar ook uh, ja, zo'n zaak is ook zeer intens altijd ook in uw weekend zijn ze we daarmee bezig ook na uw uren blijven de bezig en soms denkt het toch wel eens... goh zo met een lege kop het weekend ingaan dat moet ook wel een keer heel tof zijn eigenlijk uh, ja de mensen die naar uw podcast luisteren zijn waarschijnlijk ook allemaal mensen die na hun uren en in hun weekend bezig zijn met hoe kan ik mijn zaak versterken en dat is super tof om dat te doen uh, maar er komt toch ook een moment dat je je afvraagt, waarom ben ik dat aan het doen? Wat, wat wil ik daar eigenlijk uithalen? Dus op dat moment uh, heb ik daar veel over gewandeld. Uh, en mij dan voorgenomen van, oké, okay, wat ik wil met mijn zaak, is voor jonge mensen en gedreven mensen, mensen met ambitie en mensen met goesting, wil ik een plaats creëren, een... een, een Tijdspannen in hun carrière waar ze later op terugblikken en waar dat ze kunnen van zeggen, dat was gewoon de beste, de, het beste moment in mijn carrière. Ik heb daar mij het best gevoeld. Ik heb daar mij het meest kunnen ontplooien. Ik heb, daar, uh, ik heb mij daar goed gevoeld. Ik heb daar in een team gezeten waar dat ik mij goed in voelde. Ik heb daar samengewerkt met mensen. Ik ben daar, uh, ik ben daar altijd tot mijn volle recht mogen komen of zo. Of tot, ik, heb, ik heb mijn ding daar kunnen doen. Ik heb mijn ei daar kunnen leggen. Ik heb, daar, ben daar, ik heb me daar goed gevoeld. Dat, dat idee, um, dat zou ik graag realiseren. Dat is dus een, een focus die, die ik sindsdien echt vasthoud. Um, en die wel... Um, die een die wel wat verschillend is natuurlijk van tevoren. Ze zijn er wel wat cijfergericht, ge... uiteraard altijd gericht op de tevredenheid van uw klanten en, en dat soort dingen. Dat blijft natuurlijk. Maar de focus nu om te zorgen dat het echt een, een super werkplek is, is toch wel een andere focus. Mm -hmm. uh, en wat dat dan blijkt, is dat het resultaat dat je daarvan haalt gigantisch is. Uh, niet alleen financiële resultaten zijn daar, zijn, gaan daar enorm mee vooruit, ook. Um, maar ik heb sindsdien ook quasi geen uitstroom meer. Mm -hmm. Ik verlies heel weinig mensen. Um, en ik zeg het ja, gecreëerd ook iets dat inderdaad veel verder reikt dan je kantoormuren. Mm -hmm. Dus dat, dat is. Dat vraagt veel inspanning, maar dat het, het resultaat daarvan is wel iets waar ik ontzettend blij mee ben. En waar ik eigenlijk, als ik zo zie, van ze zijn s avonds gaan voetballen of ze zijn uh, naar een festival geweest samen, zijn er nu die samen op reis gaan? Dat vind ik zelf al heel maf eigenlijk. Uh, ja, dat geeft mij evenveel voldoening als goede cijfers. Mm -hmm. Uh, omdat ik dat zo echt als doel in mijn kop gestoken heb. Dat, dat is... En wat heb je concreet gedaan om dat nog meer te bewerkstelligen? Ik, ik zat natuurlijk al wel op dat pad, maar mm -hmm. sindsdien, wat ik echt wel probeer, is uh, effectief elke medewerker uh, zeer actief bevragen naar zijn de content. Wat zou je willen veranderen? Moest, je, moest je het zelf mogen vormgeven? Wat zou je doen? Hoe doe je dat dan? Fysiek? Uh, ja, gewoon of gaan wandelen. Of gaan wandelen ja. of veel gaan wandelen. Dat is, dat is ook goed voor de gezondheid. Dat zou maar zijn. Dat is ook meegenomen. En <laughs> ah, we zijn een keer buiten. Ja. Um, dus dat, zeker drie keer in een jaar. Dus dat is veel. Uh, en dan daarnaast veel kleine. Cadeautjes ga ik het niet noemen, maar vieringen. Hè. Iedere keer als iemand een jaar bijblijft, blijft. Of dat er in vijf, zes vijf jaar, zes jaar, zeven jaar. Elke jubilee voer, vieren we. Elke verjaardag wordt gevierd. Maar als je dat er heel veel gevierd wordt. Um, maar ook ja kleine dingen die je kunt doen. We gaan nu deze week gaan we naar Gentjes. We vertrekken om vier uur, dus dat is eigenlijk naduren, maar dat is natuurlijk wel super tof. Dat is weer zo'n beetje teambuilding. We hebben begin van het jaar ook voor het eerst een workation gedaan. We zijn met Gans de ploeg. Uh, ik had een huis gehuurd in Malaga en we zijn in teams van acht daar gaan werken. Mm -hmm. Dus ja, dan je natuurlijk wel echt banden die, die ver gaan. Langs de andere kant moet de sfeer al goed zijn op voorhand om zoiets te doen, want ik hoorde eigenlijk toch wel veel mensen die zeiden, amai. En willen die dan met hun collega's op reis? Ik wil ik mijn collega's toch niet zien aan mijn ontbijt? Er, er, er wordt daar wel dubbel op gereageerd, maar bij ons iedereen is iedereen meegegaan, echt iedereen. Uh, niet iedereen ganse week, omdat er natuurlijk veel zijn met jonge kindjes. Mm -hmm. Uh, maar toch dan twee, drie dagen. Dus echt wel iedereen mee. Uh, en we hebben daar keihard gewerkt. Hè? Mm -hmm. Dus uh, dan is er natuurlijk uh, in het weekend zwaar uitgegaan. En zo, maar dat is allemaal superplezant. Dus ja, je krijgt, je, je, je krijgt op die manier toch wel een, een ambiance die, die wat, wat, wat steviger is dan gewoon hallo, uh, goedenavond, mm -hmm. tot morgen. Maar toch, ik hoor toch een focus op gelukkige medewerkers. Ja. Dat is, dat is het, de essentie van het verhaal. En wat is voor jou nog uh, een fundament van gelukkige medewerkers? Of wanneer zijn medewerkers gelukkig? Wanneer zijn medewerkers gelukkig? Kun je kunt natuurlijk helemaal niet in hun privé terecht. Hè? Daar, daar, daar is natuurlijk heel... Dus soms zijn ze ongelukkig. Hè? Mm -hmm. Maar als je dan als werkgever kunt tegemoetkomen en zeggen, werk wat minder, of uh, we gaan het anders regelen, of we gaan je een rol geven waarin dat je... Wat flexibeler kunt zijn. of Denk ik dat je medewerkers in hun ongeluk ook wel kunt ondersteunen. Mm -hmm. Wat dat je als geluk kunt bieden, is job in-out en, en zorgen dat dat team goed zit. Hè, dat er daar mm -hmm. niemand tussen zit die, die uh, tegenwerkt of, of, of minder goed meedraait. Ook daar moet, moet je natuurlijk wel zeer alert voor zijn. En dat ze op klanten zitten waarmee dat ze ook een goede klik hebben. Hè? Mm -hmm. Dat ook daar uh, geluk uitkomt. Hè? Van ik mm -hmm. doe iets met mensen waarmee dat ik goed kan samenwerken, die blij zijn, die ook een beetje erkentelijk zijn. Ik vraag natuurlijk niet aan klanten dat ze dank u wel zeggen, maar ik vind het toch wel tof als ze het doen. Tuurlijk. Dat de medewerkers voldoening halen ja. en een zinvol gevoel hebben. Ja. En dus als er vanuit klanten uh, een te grote hiërarchie komt, hè, dat, wat, dat, wat dat soms wel tegenkomt, dan uh, stoppen wij ook met die klanten. Oké. Okay. Omdat ook daar vind ik: ja... Dat, het is niet omdat wij een agency zijn uh, dat ze kunnen zeggen, jump and we say how high. Dat, dat is nu eenmaal niet. Hè. Wij zijn ook mensen, wij hebben ook gezinnen, wij hebben ook avonturen waarop dat we andere dingen aan het doen zijn dan. Dus ja, ik, ik vind dat wel belangrijk dat dat respect dat we intern hebben, dat dat ook van de klanten naar medewerkers komt. Mm. Wat dan natuurlijk niet altijd even gemakkelijk is. Hè? Nee, absoluut niet. Dat nee. is soms moeilijk om dan denk ik, afscheid van te nemen, maar ja. wel belangrijk terug voor die medewerkers. Ja. Om die, uh... ja, we proberen dan meestal eerst nog wel een keer te schuiven, een ander team of uh, mensen die wat, wat assertiever durven zijn. Of, uh, dat, dat... Maar als dat niet werkt, dan is het gedaan. Mm -hmm. dan is het gedaan ja. Ik heb al een paar keer het woord, uh, of de woorden hard werken gehoord. Uh, hoe komt Ilse tot rust? Uh, ik tuinier eigenlijk graag. Okay. <laughs> ja, daar heb ik wel deugd van. Uh, ik heb ook een grote traan, dus ik kan ook niet anders. Uh, ik lees heel graag. Oké. Okay. Ja, ik Wat lees, lees je? heel graag. Ik lees eigenlijk vooral non-fictie. Oké. Okay. Ja, ja ik, uh, ik lees af en toe ook wel managementboeken, maar ik heb heel vaak het idee van, oei, deze konden we samenvatten op twee pagina's. Ja. Dus ja, dat, dat vind ik dan wel een beetje zonde van de tijd die daarin kruipt. Mm -hmm. Er zijn ook al uh, podcasts waarin dat ze managementboeken samenvatten. Daar ben ik nogal fan van. Eigenlijk. Perfect, eigenlijk. Ja, ideaal. <laughs> Veel efficiënter. Ideaal. Ja. Veel, makkelijker. Uh, uh, ik luister graag podcasts, natuurlijk. Als ik, uh, hmm. Vooral als ik werk aan het doen ben, dat dat nogal saai is. Um, maar ik zit niet zoveel stil. Nee, een bezige bij. Een bezige bij, ja. 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 Toch, en wie of wat inspireert jou nog? Um, ja, ik kijk natuurlijk ook naar andere ondernemers, hoe dat die doen en wat dat die uh, aan het doen zijn. Ik heb ook al veel wel geleerd van klanten. Uh, ik zit ook wel in zo'n ondernemersgroepen en dat soort dingen. Dus ik uh, haal daar wel uh, zeker een stukje uh, inspiratie van wat, wat kan ik doen en hoe kan ik verder verbeteren. Uh, en verder probeer ik natuurlijk ook veel tijd in mijn kinderen te steken, in de mate dat die mij nog nodig hebben, dat is vandaag veel, veel minder natuurlijk dan als ze, als ze klein waren. En toffe de de dingen te doen met, de, met mijn mannen en het gezin en uh, zelf ook te zorgen voor mijn eigen geluk. Hè. Mm -hmm. Absoluut, zeer belangrijk. En uh, wat was, als je nu terugkijkt op Hans' periode, het moeilijkste moment dat er, uh, dat er geweest is? Ik denk het moeilijkste moment was de combinatie jonge kinderen en een zaak uitbouwen. Ik vond dat een, uh, een lastige periode toch wel, uh, waarin uh, dat ik was, alleen maar dankzij mijn eigen koppigheid was dat ik doorgegaan ben, maar dat toch wel veel indicatoren eigenlijk op nee stonden. Uh, zowel tekort aan slaap, uh, de kinderen die echt wel het gevoel hadden, of, of, of ik die het gevoel had dat de kinderen er een beetje onder leden af en toe. Hè, zo thuiskomen en die dan voor tv zetten met een zwanworst. Als moeder, als moeder doe je dat eigenlijk niet zo graag. Hè. Mm -hmm. Maar ja, er was altijd tekort aan tijd natuurlijk. Hè. Dat is toch wel een keuze die je daar maakt, die niet zo evident is. Mm -hmm. Ik vond dat de moeilijkste periode. Mm -hmm. Ik ben heel blij nu dat ze, dat ze groot zijn en dat ze op eigen benen staan en dat, ja. dat, uh, dat ze ook zeggen van we hebben daar nooit van afgezien. Dat is misschien wel het belangrijkste. Ja, want ik denk, misschien is het schuldgevoel wel veel groter dan het reële tekort. Dat je, mm -hmm. Want uh, ik heb op een bepaald moment dan wel beslist om een nanny te nemen. Mm -hmm. En dat, dat was zalig, omdat dat, dat, dat was het moment waarop ik mijn schuldgevoel kon lossen, eigenlijk. Mm -hmm. Er was iemand die hen ging halen aan de schoolpoort, zoals al die mensen die daar staan om vier uur. Ik vroeg mij altijd af, maar wat doen die? Hoe kan dat hier? <laughs> ben ik nu deniste? De ik kon dat niet begrijpen op dat moment. En dat is nog steeds zo, hoor dat heel veel mensen heel vroeg hun kinderen kunnen gaan halen. Dat is fantastisch als je het kunt, maar uh, voor mensen die, ja, die hard werken, is dat natuurlijk een, een moeilijke, toch? Hè? Mm -hmm. Um, dus ja, dan had ik iemand die ze ging gaan halen, die deed de boodschappen, die kookte, die gaf ze iets gezond te eten, die zorgde dat ze aan hun huiswerk begon. En dan kwam ik thuis en dan had ik tijd eigenlijk, hè? want ja, dan was het enige dat ik nog moest doen, was eten en met de kinderen bezig zijn. Dus kwaliteit dat was wel, eigenlijk, dat was meer, echt... meer kwaliteit. Dan. En hoe is er van hen geworden, welke richting ze zijn aan het uitgaan, de kinderen? Uh, de oudste is tuinarchitect en zeer, ja, zeer goed bezig, zelfstandig. De tweede is een dochter en is uh, geneeskunde aan het studeren, uh, nog een paar jaar te gaan. En de derde die gaat nu op kot, dus die begint nu aan politieke wetenschappen. Oké, okay. maar uh, is er uh, richting dat er iemand, weet ik veel, uh, bij Com en Co ooit uh, terechtkomt nee. of niet? Nee. Nee, geen is... van de drie. Geen van de drie? Nee. Geen van de drie. Nee. Oké. Okay. Nee, nee, ze zijn totaal niet geïnteresseerd, okay. totaal niet. <laughs> Oké, okay, voilà, dat is duidelijk dan. Is, nee. uh, yeah. Alright. Um, wat brengt de toekomst nog? Wat is de ambitie met Com Co? De ambitie is uh, verder werken aan het allerbeste bureau van de wereld. Voilà. Hè. Dat, dat is sowieso de ambitie. Um, we groeien goed, uh, we groeien uh, stevig eigenlijk. Uh, we zijn de laatste vier jaar verdubbeld in omzet en in medewerkers, dus dat is fel gegaan. Uh, de bedoeling is om het groeitempo iets lager te krijgen, want dat is toch wel heftig. Het groeitempo iets lager, maar toch blijven doorgaan. Uh, ik, vind, ik vind, het eigenlijk doordat je groeit, krijg je ook altijd weer nieuwe opportuniteiten. Kunnen weer grotere klanten aan, kunnen weer uh, uh, nieuwe mensen binnenhalen, kunnen kunnen verder. Uittypen ook wat we gaan doen, zei uh, De bedoeling is bij ons niet zozeer meer om veel uh, breder te gaan. Dat, we zitten heel goed in ons content niche, um, maar natuurlijk wel uh, om de markt verder, uh, verder te bewerken. Hè. Dus ja, uh, mooie ambities daar. Er ligt een, uh, een schoon plan voor de komende vijf jaar om uh, verder op te werken. Um, liefst op eigen kracht. Liefst op eigen kracht. Toch niet onbelangrijk in de, nee, inderdaad, in de sector, in de, in de... omdat dat er veel aan het bewegen is, uiteraard. Ja. Dus, uh, dat is de ja. voorkeur. Dat is toch wel de voorkeur. Tot nu toe heb ik geen gesprek gehad dat mij van het tegendeel kon overtuigen. Mm -hmm. Ik vind het, het uh, f... de eigenheid die wij hebben opgebouwd, uh, vind ik een enorme troef. Mm -hmm. Um, en ik zou het erg vinden om dat te moeten opgeven of zelfs te moeten downsizen. Mm -hmm. Op een of andere manier. Ja, 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 door op te gaan in iets groter. Sowieso ga je moeten, ga je moeten wat veranderen, wat, wat anders sturen. Um, dus dat zou ik wel erg vinden, eigenlijk. Mm -hmm. Dus... Tot op vandaag zou ik zeker liefst doorgaan op eigen kracht. Ik ja. denk dat dat ook echt perfect mogelijk is. Dus mm -hmm. dat het, uh, alleen, en dat heb ik ook al intern gezegd, moeten wij dan echt wel de aller allerbeste zijn. Mm -hmm. En die eigenheid, is dat de reden van jullie succes? Of was er nog andere redenen? Ik denk dat dat toch een belangrijke reden is van ons succes. We hebben altijd een enorme uh, focus gehad op kwaliteit, en die, die kwaliteitsfocus. Steken we nu ook echt in die Teams. Mm -hmm. um, maar dat gaat samen met dat fun aspect mm -hmm. in het werk. Um, maar natuurlijk, kwaliteit dat zegt elk agency. Dat zegt natuurlijk elk agency, ja. uiteraard. En dat is op voorhand heel relatief als potentiële klant. Van wat is dat dan kwaliteit? Ik denk ja. dat, dat fun, misschien zien dat iedereen. Dat iedereen het graag dan... doet en dat iedereen ook echt fier is op wat we daar neerleggen. Mm -hmm. Dat is toch wel iets. Ja, ik vind dat wel iets ferm zo. Uh, dat mensen ook echt van elkaar kunnen zeggen: van ja, dat heb je echt supergoed gedaan, dit deze, deze project of deze stuk of deze video of dit, deze blog, whatever. Uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat wel de max als mensen voor elkaar echt opkomen en zeggen: van ja, dat heeft een dia echt supergoed gedaan. Een grote gunfactor. Ja, een grote gunfactor bij ons. Um, en dan natuurlijk het feit dat we met, er ook wel in slagen om met klanten heel lang samen te werken. Hè. Mm -hmm. We hebben klanten zoals een Siemens, die, die is klant uh, van het eerste uur. Mm -hmm. Dus die is 25 jaar klant bij Comenco. Co. Een uh, SD Works is uh, 10 jaar klant bij Comenco. Co. Mm -hmm. Dus... We hebben zo echt wel vrij veel klanten die het decennium overstijgen. Dus dat betekent toch ook wel dat de klant ook de kwaliteit ziet. Absoluut, absoluut. Wat zijn uh, persoonlijk nog dromen in het leven? Je bent nog jong. Hmm. Sowieso. Wat wil jij nog allemaal doen in het leven, Ilse? Ik, uh, oh, wat wil ik nog allemaal doen in het leven? Wij hebben de afspraak gemaakt, ik en mijn man, dat wij in uh, 24 de Camino gaan lopen. Dat mm, ja. is schitterend. Dan ga ik een keer echt lang wandelen. <laughs> okay, voilà. Dat is echt wandelen. Hè? Echt wandelen. Ja, dus daar gaan we wel een keer bezinnen over... Oké, okay, wat, wat, wat brengt de toekomst? Ja. Uh, mijn moeder heeft gewerkt totdat ze 74 was... Mm -hmm. En dan zei ze, goh, nu ga ik er toch stilletjes aan mee stoppen, want nu zie ik toch dat al mijn vrienden en vriendinnen ook gestopt zijn. Uh, en als ze dat zei, dan dacht ik, goh, ik hoop toch dat ik eerder tot dat besef kom. Uh, maar misschien hoeft dat ook niet. Misschien hoeft dat ook niet. Misschien kun je ook wel een manier van werken vinden die u toelaat om gerust tot je 74 of nog langer uh, te werken. En daar willen wij alle twee wel een keer over nadenken. Uh, want wij werken alle twee hard. Mm -hmm. Dus dan is het wel een keer goed om een keer even een pauze te nemen. Een keer twee, drie maanden te gaan wandelen. <laughs> en een keer na te denken van, oké, okay, wat, wat willen we nu doen met de toekomst? Hè? Mm -hmm. uh, want ondertussen, ja, inderdaad, de kinderen staan op eigen benen. Dus uh, dan is het tijd om een keer te herbezinnen. Hè? Te herbronnen. En te herbronnen, ja. Ja. Mooi. Laatste vraag. Welke boodschap wil je nog meegeven aan ondernemers die kijken of luisteren naar deze podcast? Collega-ondernemer. Uh, misschien een toffe boodschap, hè. Uh, dat het fun brengen voor de medewerkers, dat dat eigenlijk ook gigantisch veel fun meebrengt voor jezelf. Dat is misschien de mooie afsluiter. Dat is fantastisch. En... Ja, nee, dat is een beetje de... Als ik het, de podcast in één woord mag samenvatten. Je merkt ook aan alles wat je zegt, dat je het gewoon heel graag doet. Uh, passie is, uh, is het belangrijkste. En uh, het ondernemerschap, dus een, een heel mooie boodschap. Bedankt, Ilse, om jouw verhaal hier te delen. Ik vind het uh, ongelooflijk straf wat je hebt gedaan. Ik vind een... Uh, Heel mooi parcours dat je hebt afgelegd. Dank u wel. En uh, ja, nee, ik kan er ook uh, helemaal iets bij voorstellen, bij wat je hebt vertaald. Dus, uh, oh, toch? Ja, merci. Heel veel succes nog. Dank u wel. De komende jaren met alles wat je doet, ook met de Camino uiteraard. Lijkt mij een bijzondere ervaring. Ja. En ik zou zeggen, doe de groetjes daar in Gent. Ik ga dat zeker doen. Binnenkort Gentse feesten, dus dat komt uh, ja. helemaal goed. Dat komt merci, goed. veel succes. Dank u. En tot binnenkort. Tot binnenkort, bye dank u wel. Bye. Bedankt om te kijken of te luisteren naar deze aflevering van onze podcast. Abonneer je nu via Spotify, YouTube of Apple Podcast om geen enkele aflevering te missen. Tot de volgende keer.